Een groot festivalterrein met veel muziek, met veel mensen die komen kamperen, met veel motoren. Dit is de Zwarte Cross 2007. Mooi werk. Wat is er zo mooi aan? Ja, hoe je moet schieten met een kroom. Wat gaan jullie doen van het weekend? Bier drinken. Ik kan het roepen. Yo! Hey, ja, mooi van de Zwarte Cross, ja. Bijna alles kan, bijna alles mag. Makkelijk volk, er niet moeilijk lekker potje bier drinken. Mooi feestje bouwen, mooie muziek, leuke cross. Gewoon een dikke vet schik. We kunnen met 12 mannen slapen, dus makkelijk dan hebben we in ieder geval ruimte hiervoor. Ja, later dan een keer als er veel vrouwen mee komen, dan zullen we een beetje op moeten schuiven. Brommers kieken, brommers rijden. Jullie doen mee aan een brommersrace? Ja, zeker. Hartstikke leuk. Ja, dat vinden ze leuk. Ik niet hoor. Nee, meisjes mogen niet rijden? Nou, ze vinden het hartstikke schitterend en ik vind het gewoon geweldig om te kijken. Gewoon super. Jullie zijn hier met een geel geval, wat caravan genoemd kan worden. En een trekker ervoor. En een trekker ervoor, ja. De trekker die hebben we speciaal gekocht om hier te komen. Dus, Nou, dan zitten we dan met z'n allen in die caravan. Hier slapen jullie? Ja, hartstikke gezellig. Met z'n negen, of met z'n achten. Hoor je allemaal van die wilde verhalen? Jij bent de enige vrouw hier tussen zeven mannen. Ja, ik kan er niks aan doen. Niemand wil mee van de vrouwen. Alleen ik. Jij hebt het naar je zin? Ik heb het hartstikke naar mijn zin. Wanneer gaan we jullie in actie zien? Ja, morgen vroeg, al half twee ongeveer. Maar ik zou die van vorig jaar nog wel een keer willen zien. Schitterend werk. Al gooi ik op de bek, telkens weer. Anna! Telkens weer.
dit is het backstage gebeuren. Hier vinden wij eigenlijk de complete opslag van technische dienst, horeca, crew catering, productiekantoor. En eigenlijk alles waar, wat achter de schermen gebeurt, gebeurt hier. Ja, dat is ook achter de schermen, maar wat komt er kijken bij zo'n zwarte cross? Poeh, wat komt er bij kijken? Ja, veel. Hoeveel mensen bijvoorbeeld? Heel veel. Nou, ik heb laatst te tellen, we hebben ongeveer 3000 diensten. Dus als iedereen één dag werkt, hebben we 3000 man nodig. Dus zeer veel. Wat doen al die mensen? Je moet denken aan iedereen die in de horeca werkt, die tapt, die achter de kassa zitten. Mensen van de technische diensten die de boel opbouwen. Milieuploeg die alleen maar alles opruimt. Verzin het maar. Eigenlijk alles wat er ook, soms lijkt het wel op een normaal bedrijf, maar dan even heel groot voor just a moment. Zou je dat kunnen vergelijken met een stad waar tijdelijk even 40.000 mensen wonen? Ja, inclusief burgemeesters, want die hebben we ook. En hoe zit het met die burgemeesters? Die burgemeesters zijn de baas over de camping. En zij spreken de mensen erop aan op hun gedrag en staan voor de mensen klaar met vragen. Zij zijn echt de burgemeesters. Zij hebben het voor te zeggen. Dus zij zijn de link tussen de organisatie en de security en de mensen. Die zorgen ervoor dat het op de camping gezellig blijft en niet uit de hand loopt. Nou, precies, dat doen ze. Ja. Ja. Even nog wat feitjes. Hoeveel kilometer hek staat hier bijvoorbeeld? Wow, dat is een goeie. Volgens mij was het iets van 7 kilometer. En 3 kilometer rijplaten, wat wij zo hebben. Even uit mijn hoofd. En het is volgens mij 60 hectare groot in totaal. En wat gaat er in zo'n weekend door, bijvoorbeeld aan bier? Oh, dat is een goede vraag. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop zoveel mogelijk. Nee. Veel in ieder geval. Heel veel. We zijn op veel voorbereid. We verwachten 100.000 bezoekers. Nou, en daar een veelvoud van aan bier wat we proberen te verkopen. Maar goed, met name de gezelligheid en een hoop mensen op de been, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Het is zomer en dan doe je gewoon de groeten, ook op de Zwarte Cross. De groeten van de Zwarte Cross. Ik wou Aatje de groeten doen, omdat hij zorgt voor onze jonge kangeroe die we aan de fles hebben. Maar anders konden wij hier niet zijn, maar dankzij haar kunnen wij toch dit weekend hier zijn. Dus bij deze bedankt. Kangeroe aan de fles? Ja, aan de fles. Groet uit Aaskap. Wat moet ik zeggen? Hallo. aan mijn ouders en Assen en Smilde. Waarom? Omdat ik in Assen woon en in Smilde. En mijn ouders zijn op vakantie. Ik wil graag de groeten doen aan papa. Ja, we willen groeten doen aan Joyce. En aan mama. En aan mijn boom. En tante Ricky en alle moeders. En mijn moeder. En aan Beertje en aan mijn hamsters. Max's moeder. Die is zeker. Mijn oma, want die is vandaag jarig. En ze wordt... Wauw, met oma, kom weer! 78 geloof ik. Hoe heet jij? De groeten van de Zwarte Cross. Ik heb wel niemand uit Gelderland, maar hey, hoe heet jij? Kijk gezellig, daar joh. Komt u weer. En alle Brabanders, wij komen hier gewoon lekker gezellig naartoe. En dat allemaal voor een Gelderland. Toppie. De groeten van de Zwarte Cross. Zwarte Cross is ook muziek. Veel muziek. En bij de Zwarte Cross houden ze wel van de eigen provincie. Uit Gelderland bijvoorbeeld hier in de tent die nou lekker wordt warm gespeeld. Good Things End. Colette, zijn dit leuke dingen voor jullie? Ja, het is hartstikke gaaf om hier te mogen staan. Vooral omdat het een beetje een eigen regio is. Dus het is een mooie thuiswedstrijd, toch? Ja, maar je staat wel ineens tussen de motoren. Ja, maar ja, ik bedoel, ik denk dat het al wel een aantal jaren bewijst dat het wel goed samen kan gaan. Anders worden ze niet zo groot, lijkt mij. Toch? Heb je een beetje rondgekeken? Ja, we zijn even rondwezen koekeloeren en dat ziet er wel uit dat het een leuk feestje gaat worden. Jullie hadden ineens succes met de single die 3FM zwaar heeft gepromoot. Hoe is het gegaan daarna? Ah ja, we hebben veel optredens zoals dit, optredens wat kost. En het hele festivalseizoen door eigenlijk staan we door heel Nederland. Dat hebben we eraan overgehouden. En we zijn nu bezig met ons debuutalbum. Dus we zijn daar heel erg druk mee en het houdt niet op eigenlijk. Had je dat allemaal verwacht? Nee, natuurlijk niet, nee. Want jij begon maar een beetje mee te zingen, hè, met de familie. Ja, het was eigenlijk in eerste instantie niet zo heel erg serieus. Maar op een gegeven moment kregen we toch wel meer ambities. En als dan zo'n kans ineens voorbij komt, dat is gewoon helemaal te gek. En dan moet je met beide handen aangrijpen. Moet je nou ook niet gek van, de hele dag je familie? Ja, maar dat heb ik daarvoor ook al wel. Nee, dat is juist hartstikke leuk, want je kent elkaar zo goed. En je voelt elkaar zo goed aan. En dat is gewoon een hele goede combinatie. En dat is ook wel de kracht van onze combinatie, denk ik. Jullie zijn toch niet zo'n Kelly Family verhaal, hè? Nee hoor, nee. Absoluut niet, nee. Wat ga je spelen? Heel veel nieuwe liedjes. En wat oud repertoire ook. En gewoon een set die echt knalt. Op festivals spelen we echt gewoon een set die gewoon lekker rockt. En wat er vanaf spat, zeg maar. We gaan het zien. Good Things End. Ze gaan het podium op.
Dank jullie wel allemaal. Jullie waren echt een ontzettend tof publiek. Gijs Joling, de Zwarte Cross staat op het punt van uitbreken. Hoe staat het ervoor? Ja, hoe hangt de vlag erbij? Eigenlijk heel goed. Het is mooi weer. En alles loopt op schema. Prima. Afgelopen week ontzettend nat geweest. Hoe ligt het terrein erbij? Ja, we hebben veel last gehad van de regen. Gelukkig kunnen deze treinen vrij goed tegen water. En veel van het festivalterrein is ook gedraineerd. Dus daar zit een soort van waterafvoer in. En de slechte plekken die worden nu nog even snel met wat houtsnippers bewerkt. Van de frisse sparrenbomen uit de Achterhoek. Dus dan, ja, dan is het toch droog en dan ruikt het lekker. En nou, dan kunnen we, kan het niet meer misgaan. Wat zijn er de lessen van vorig jaar geweest? Of waren die er niet? Jazeker, goede vraag. We hadden vorig jaar de indeling van het terrein niet helemaal goed. We hadden de signing, dus de aanwijzingen, de borden voor het publiek niet goed genoeg. Dus daar hebben we meer aandacht aan besteed. We hebben het festivalterrein compacter gemaakt. En sommige dingen
vonden wij een beetje massaal. Dus we hebben ter compensatie van de podia en de cross, waar je ja, populaire dingen ziet voor heel veel mensen, ook tenten ingericht die voor heel weinig mensen zijn. Kleine weidjes, festivalweidje, aparte kinderweide, aparte theaterweide. Daar staat bijvoorbeeld een theatertipi waar 10 mensen een privéconcert aan de Achterhoekse troubadour kunnen volgen. Dus dat zijn hele intieme dingen, zeg maar. Bijna niet te geloven met al dit geweld op de achtergrond. Ja, dat is zinvol geweld, laat maar zeggen. Cross zelf, gaan we meer cross zien dan vorig jaar? Want toen stokt het af en toe. Ja, zeker. We gaan meer cross zien. Het was inderdaad zo dat sommige voertuigen niet rond konden komen. Daarom hebben we nu vandaag al een testronde voor de grote voertuigen en zwaargewichten. Alles wat nu niet rondkomt, dat wordt verwijderd of kan nog aangepast worden. Of de baan moet misschien wel aangepast worden. Dus we willen geen oponthoud meer, alleen maar actie. Ja, als ik dat zo hoor, wat kan er nog misgaan, hè? Ja, wat kan er misgaan? Ik heb gehoord dat dat Ricky een likdoorn heeft. Voor de rest niks. Ja, ik ben het woord van de pop ben ik verloren onderweg. En hoe dat gebeurd is, weet ik niet. Ik denk door het stoten. Dus daar zullen we volgende week nog een beetje aan moeten gaan doen. En ja, dat zal een chirurgische ingreep worden, maar voor elkaar krijgen doen we het. Ik heb ervoor gekozen omdat het een nieuwe klasse is. En het leek me wel leuk. Ik denk, ja, dat heb ik nog nooit gezien. Dus laten we daar eens aan meedoen. Dat lijkt me wel heel leuk. Ik heb vroeger allerlei andere dingen gedaan. Achteruitrijden en caravan racen en noem maar op. Het lijkt me schitterend om daar tussen die mensenmassa rond te rijden. Daar. Dus, ik heb er alles voor over. Het grootste probleem is denk ik, of door het schudden dat hij geen brandstof heeft gecreëerd. Nee, maar even nieuws ontluchten. Allereerst hebben we de bus ongeveer een halve meter verhoogd. Anders was het sowieso met de bodemvrijheid veel te weinig. Ze hebben de motor hebben ze flink opgevoerd. En de uitlaat die liep onder de bus langs, die hebben ze nu aan de zijkant gemaakt voor een beetje show-effect. En af en toe blazen we er een beetje extra rook uit voor de sensatie, zeg maar. Als je erin zit, je vliegt alle kanten op. En we hebben een heuvel in het terrein gemaakt. En, ja, je komt gewoon in eentje van de grond los. Dus hartstikke mooi om te doen. De boeren van de Veluwe, Gerrit, de Bok, zo kennen ze jou ook. Wat hebben jullie nou allemaal gedaan? Nou, wij hebben ingeschreven van 8 jaar naar de Zwarte Cross, maar we willen graag een keer meedoen. Dus een jaar gaan we meedoen en dan dachten we, ja, wat moeten we doen? En we gaan nog een oude kwart, een oude crossmotor en een oude wegmotor. Nou ja, dan maak je zoiets, hè. Ja, dit is echt gewoon een mooi weekend. En nu hebben we altijd alleen een feest, maar nu willen we zelf een keer meedoen. En dat is weer heel anders dan aan de kant staat. Ja? Hoe anders is het nu? Nou, op de camping is gewoon, dan lig je constant een biertje er. Maar nu is gewoon, morgen moeten we om 2:30 moeten de wedstrijd rijden. En dan voordat kun je geen bier drinken, want als je bier drinkt en ze pakken je, dan mag je niet meer meedoen. Och, en hebben ze het open controle hier? Ja, steekproef geweest doen ze dat. Ja, serieus, ja. Domencontrole op de Zwarte Cross. Nou, daar één is geloof ik al een soort Rasmus-actie begonnen. Die ligt al te pitten. Ja, dat is Harm, de bestuurder van de koe. Maar die moet morgen maar weer nuchter wezen. Maar we kunnen er even toe lopen. Moet je allemaal wat verdomme wegleggen. Hoe is het? Ja, lui. Lui in de dagen zat. Even tukje nu van alweer feest, bier drinken. Daar rijden we door? Jazeker. Tot middernacht maandag. En dan ben je er weer. Jij moet de koe bereiden. Ik moet de koe op de koe. Ik ga de klompjes aan doen, wacht even. Maar even. Ga er een biertje voor me. Ik heb gehoord dat ze je wel op doping controleren ook, hè? Dus als je bezopen bent, dan mag je niet rijden. Oh, ben je bedonderd. Bezopen of niet, rij je altijd. Hadden de konden met Marren gewoon voor u. Gaan met die banaan. Oh, het bandje even omdraaien.
Hij moet een ouderwetse cassette bij John draaien. De specials van dit jaar, die kunt u zondag zien. Nu kijken we even terug naar wat de gekkigheid bracht vorig jaar. Zwarte Cross, drie pijlers, motoren, muziek en de gekke dingen die je met die motoren kunt doen. De stunts. It's nearly 10G at the beginning. I face 8G during truth again. And after, you have near 200 km per hour during 5 seconds. After, you got 5 seconds to go down. You got 1 second with zero gravity. You stay in the sky, nothing happened. No speed, and you can see the floor and everything, all the festival. That's cool. You're flying very, very good. Yeah. How big is the risk if something goes wrong? We spent 2 years to work on this catapult to make something really safe. That's why we spent perhaps 1 year just test with sandbag, with mankey and everything to know if it's really sure. You gotta be cool in your head. Yeah, it's cool. When you're sure that works, it's not dangerous. That could be dangerous if you're stressed or if you're scared about the jump, but we believe in what we're making, so that's why we are sure that we'll work.
Hoe was hij? Thuiswedstrijd? Ja, heerlijke thuiswedstrijd. Echt genoten. Voor de eerste keer op zo'n podium hebben dat we gespeeld hebben. En dat was al een hele belevenis. Ook even wennen in het begin. Maar uiteindelijk, als de muziek het overneemt, dan rockt het als een tierenlier. Dus, Hoe anders is zo'n podium nou? Vertel eens, want dit is een echt superpodium. Ja, dit is wat ons betreft qua podia en toeschouwers wat we hebben gehad, het grootste wat we tot nu toe gedaan hebben. De muziek is uit en iedereen loopt hier nog een beetje na te genieten. Dag 1 van de Zwarte Cross zit erop. Tot morgen voor dag 2. Wij doen een groet aan iedereen die wij kennen, geloof ik. Hè? Voor haar is de eerste keer, voor mij de 10e keer, maar het is echt top. Echt job. Super. Groetjes aan mijn moeder, mijn vader en mijn broertje. En groetjes aan de bushalte. Inderdaad. Groetjes aan de bushalte? Ja. Zwarte Cross, het enige echte carnaval op wielen.